Achter mij zie je de N285. De weg die loopt van Klundert richting Breda. Daar heb ik zojuist een dieselspoor aangetroffen van 4,5 kilometer. Diesel is natuurlijk vervelend, want eigenschap van diesel is dat het heel erg glad kan zijn. Maar daarnaast breekt het ook de bitumen af die de steentjes van het asfalt bij elkaar houdt. En daar krijgen we dus wegdekschades van. Tijd om het op te ruimen. Ik heb de aannemer gebeld. Die is onderweg hier naartoe en die gaat het voor ons keurig schoonmaken. Het is natuurlijk van belang dat de aannemer vooraf weet welk materieel die moet meenemen. Dus voor hem te bellen heb ik eerst even de route helemaal afgereden, gecontroleerd wat de lengte is van het spoor, hoe breed het ongeveer is. En op basis daarvan heeft de aannemer besloten welk materieel die moet inschakelen om het zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk te kunnen opruimen. We realiseren ons natuurlijk dat dit soort werkzaamheden best wel een impact hebben op het verkeer en soms lelijke vertragingen tot gevolg hebben. Maar uiteraard staat veiligheid altijd voorop. We proberen zoveel mogelijk buiten de spitsuren te werken. Maar als het echt niet anders kan, dan ondernemen we direct actie om de weg weer zo snel mogelijk veilig en vrij te hebben.